Litania, heb jij nou ook veel spullen uit de winkel op jouw kamer staan? Ja. Ik wist niet dat de computer ging praten. Ja. Kunnen wij bijna het plafond aan. Ja, wat spannend. Dag Litania, wat leuk dat ik jou mag interviewen. Is dit jouw eerste interview? Ja. Hoe komt het nou dat jij zo'n mooie winkel hebt? Mama en papa hebben de winkel opgezet. Arie en Petra. Waarom hebben jullie deze winkel opgezet? Nou, deze winkel heeft natuurlijk een heel verhaal. We zijn begonnen met kringloop door we wouden graag een rolstoelfiets voor Litania. Die werd niet vergoed door de winkel, door de gemeente. En toen hebben we gezegd, weet je wat, dan gaan we een rommelmarkt lopen. Dus hebben wij voor onszelf bij kennissen van ons op zaterdagmorgen een rommelmarkt georganiseerd. Alle spullen waar wij in huis hadden staan en niet meer gebruikten, hebben we proberen te verkopen. Dus dat ging de eerste dag gewoon goed, dat lukt. De tweede zaterdag kwamen er mensen bij ons die zeiden van, wij hebben ook nog spullen op zolder staan, hebben jullie daar geen interesse in? En toen zeiden we, ja, is goed. Dus we gingen zaterdagmorgens met heel veel spullen naar de plek toe. En we gingen eigenlijk smiddags nog met meer spullen terug. En toch goed verkocht. En dat is in Hengelo heel goed aangeslagen. Waarop een vrouw zegt, god, in Hengelo staat een winkel leeg. Zal ik eens vragen of we daar een stukje van kunnen huren, zodat we daar wat spullen kunnen verkopen. De winkel in Brummen loopt gewoon leuk en goed. Je merkt dat de tafel die we midden in de winkel hebben staan, de trekpleister is. Het sociale, zeg maar. Het sociale gebeuren is echt een trekpleister. Wat ik ook een van de mooie dingen vind hier. Want jullie laten dat ook gewoon gebeuren. Ja, mensen hebben mij wel eens gezegd van, Arie, het eerste wat je moet doen is de tafel draaien. Dan zeg ik altijd, het laatste wat weggaat is de tafel. Ja, juist die saamhorigheid, het samen zijn, de contacten onderling leggen, mensen samen één maken. En ieder mens mag zijn wie die is. En dat is gewoon echt het belangrijkste. Dat heeft eigenlijk Litania ons geleerd. Door te laten zien dat zij mag zijn wie ze is. En wie is Wiep? Wiep is jouw vriendin, hè? Ja. En die programmeert heel veel van jouw computer. Ik ben beperkt, maar niet dom. Litania, wat gebeurt er nou als je op shit drukt? Shit. Gewoon shit dus. Wil je mijn yoghurt klaarmaken? Dit zijn haar tekeningen. Dus uiteindelijk maak jij deze mok. Jij bent eigenlijk ook een beetje een grafisch ontwerper. Ja. Ja, Sinterklaas was ook helemaal gek van die mokken, hè? En dan heb je nog de sleutelhangers ontworpen. Ik zal Sinterklaas vragen om nog een keer voorbij te komen, zodat hij ook de sleutelhangers kan kopen. Toch? Sinterklaas, waar gaat u naartoe? We gaan nu naar een hele bijzondere kringloopwinkel in Brummen. Dus jij zit heel veel naar Brummen TV te kijken, naar de filmpjes over de kringloopwinkel. Je bent dus echt een fan. Ja. In een Jullie zijn echt geweldig hoor. Ik moet zeggen dat ik heb wel even een kippenvel momentje. Maar kijk dat nou toch zitten daar. Kijk dat nou toch zitten. Jullie zijn gewoon geweldig man. Ja. Nou, we doen ons best hè. Ja, we kunnen niet meer het best doen hè. Ik hoop dat Brummen TV ook een steentje kan bijdragen aan jullie doelstelling, aan jullie filosofie. Ik vind het ook geweldig. Ik heb nu 3 stukjes gezien van Brummen TV. Ik vind het een geweldig initiatief dat Brummen TV ook zoiets doet. Litania, nou heb je niet alleen een eigen winkel, maar je hebt nog een keer een eigen stichting. Ja. Mag ik jullie danken, en Litania, jou in het bijzonder,
voor dit interview met Brimmer TV. Dus op school is ook al bekend dat Litania een interview ging geven vandaag. Ja, dat moest je vanochtend even duidelijk vertellen aan de meester, hè? Ja. En toen zei de meester, kunnen wij dat ook zien op school? Ze zei, natuurlijk kan dat. Ja. Dus zometeen wordt Brummen TV op school eventjes uitgezonden, hè? Wordt iedereen fan van Brummen TV? Nou, ik denk dat iedereen fan van Litania wordt.